Hans, ik heb een. Ik was toevallig vanmorgen aan het lezen in je boek. Heidegger zoekt een derde weg. Zijn originele, maar ook dwingend uitgangspunt is: je moet bij het inzijn beginnen. Want fenomenaal ervaar ik niet eerst mezelf en dan de wereld. En evenmin omgekeerd, eerst de wereld en dan mezelf. Maar in de ervaring zijn beide tegelijk in een onlosmakelijke verbondenheid gegeven. Nou, voor prachtig. Want dat is eigenlijk een beetje de bevestiging van hoe ik het dan zie. En dan staat er verder, ik weet niet of hij dat ook zegt, over de levensangst. En de angst voor het leven drijft de mensen uit het centrum. Dit houdt in dat als gevolg van deze levensangst, de angst voor vrijheid, we bewogen worden ons te verliezen naar buiten toe, bij onszelf vandaan. In wezen vluchten we dus voor onszelf, voor het er zijn. En vervolgens, ofwel daardoor, leven we ons vast, zo zegt hij, dat op fraaie wijze. En dat vond ik ook wel een mooie, dus eigenlijk de angst voor de vrijheid. En dat merk ik ook wel, een soort wantrouwen naar die openheid, naar die vrijheid. Want dan gaan er hak in het zand. Mm-hmm. En het is ook, je gaf gisteren ook aan over die tuin. Je plant zaadjes en dan laat je het met rust. En die toewijding en het verzorgen, dat zie ik. En dan stop je de zaadjes in de grond en dan wil ik het liefst gaan trekken. Ja, dat is wat de dwaas doet. Dat is wat de dwaas doet. En dus dat valt nog te laten in plaats van te doen. Maar het lijkt ook wel op een soort vaardigheid. Ja, en een helderheid. Ja. Het doorkrijgen hoe het er zijn werkt. En hij zegt ook van dat we ons dus niet moeten verliezen in de toekomst en niet in het verleden, maar wel open zijn voor de wereld. En dat vind ik ook heel mooi van Heidegger. En er stond ook voor mij iets in van dat jij dat niet zo kende. Nou, die uitdrukkingswijze. Dus angst. Ik vond hoe Heidegger zijn dingen uitdrukt gewoon heel fraai. Dus meer de manier van verwoorden vind ik mooi. Maar die angst is wel bijzonder en dat je van daaruit dus het externe opzoekt. Ja, en dus ons. Je ziet dat daardoor mensen zich vastklampen, bijvoorbeeld aan morele systemen. Want als ik een setje regels volg, dan hoef ik niet meer zelf na te denken. En dan hoef ik niet meer zelf te kijken wat adequaat of juist of passend is. Ik hoef alleen maar een setje regels op te volgen. Alleen daarmee verspeel ik mijn vrijheid en kom ik, zoals dat boek heet, aan de leiband in plaats van dat ik mijn eigen pad loop. Mm-hmm. Ik lever me uit. Ja, daar hebben sommigen geen zin in. Nee. Nog een laatste vraag. Ik heb last van druk, hè? Maar het paradoxale is dat ik mezelf ook enorm druk opleg. Ik zou zeggen, alleen maar jezelf. Strikt genomen bestaat er niet echt externe druk, tenzij ik daar vatbaar voor ben. Dus ergens meegeloof in datgene wat mij druk oplegt. Dus ook weer daarachter zitten normen, hoe je zou moeten zijn, waar je aan zou moeten voldoen. Ja. Strikt genomen heb je alleen jezelf verantwoording af te leggen, niet aan anderen. Dus anderen kunnen proberen druk op mij te leggen om het een of ander, van ga meer satsangs geven. Mm-hmm. Maar ik geef zoveel satsangs als het mij past. En niet wat anderen daarvan willen, ook niet minder. Dus ze mogen dat wel roepen, maar ik zal het pas als druk ervaren en erin meegaan bijvoorbeeld, als ik het zelf ook ergens geloof. Dus de druk, externe druk, wijst mij alleen maar op waar ik vatbaar ben voor, dat is een andere term van hem, het men. Het men in mij. Het gaat niet over die anderen. Mm-hmm. Dus Sartre bijvoorbeeld, die zei de hel, dat zijn de anderen. Zo kun je het zien en ik vind het fantastisch geformuleerd. Maar daar geef je de anderen te veel macht mee. Ja. Want die anderen kunnen alleen macht hebben voor zover ik ergens vatbaar voor ben.
Dus dat men in mij, het ligt niet aan die anderen. Die doen wat ze doen en die zijn wat ze zijn. Dat is allemaal prima. Ik heb er alleen last van, voor zover die normeringen of eisen ook in mij leven. Dus ik zag de ander meer als hulpmiddel om mij erop te wijzen waar ik vasthield aan een overtuiging of een verwachting of een beeld. In plaats van wat ik daarvoor altijd deed toen ik geïdentificeerd rondliep, de maatschappij en de anderen overal de schuld voor te geven en daar de oorzaak van mijn ellende neer te leggen. Which is childish, basically. Ja. Oké. Okay. Mooi, dankjewel. Cool, thanks. Sommige mensen die maken zo'n omwenteling mee of het proces begint te starten en dan krijgen ze de neiging om in ieder geval een tijd lang bijvoorbeeld minder te willen werken en minder te willen socializen. Daar hebben ze dan last van. Waarom? Omdat ze ergens nog geloven dat ze productief en sociaal zouden moeten zijn. Zou dat geloof er niet zijn, dan zouden ze gewoon minder werken en minder naar de kroeg gaan en minder naar verjaardagen en that's that. En dan zeggen ze van ja, maar dat komt omdat de anderen die leggen die druk op mij. Dat kan alleen als het van binnen zit. Anders valt die druk er gewoon doorheen. Dan is het van, hè, mijn zus zegt, kom nou naar mijn verjaardag. Van ja, ik hoor wel wat je zegt. En ik snap ook dat jij dat leuk zou vinden, maar nee. En dan is het stil. Maar als ik eigenlijk ook denk dat ik moet voldoen en aardig moet doen, dan heb ik er last van. Dus ieder conflict, het is handig om aanvankelijk ieder conflict als een intern conflict te zien en de anderen met rust te laten. Nou, dat is een lange reis zo. Ik was vanmorgen, bedacht ik dat als ik hier ben en in jouw nabijheid en ook de hele sfeer hier, dan ga ik met een bepaalde energie hier natuurlijk weg. Dat komt binnen en dat blijft dan een poosje zo hangen. En op het moment dat ik dan bij de anderen ben, dan verandert dat. En ik heb van jongs af aan al dat ik... daardoor met alle winden meewaai. Als ik bij mensen vandaan kom, dan zitten ze zo in het systeem dat ik, ja, dat klinkt gek, maar ik kan zelfs gewoon dan gaan praten zoals zij, achteraf. En gaan doen zoals zij. Ik had ooit twee nichten in Friesland zitten en één keer per jaar in de zomer zag ik die een weekje of zo. En binnen een week had ik een Fries accent. Gebruikte ik hun woorden. Maar dat is mijn hele leven gebleven. En ooit zei iemand eens tegen mij, ja, je kan jou in ieder gezelschap neerzetten, want jij kan met iedereen praten. En vroeger dacht ik, dat is een compliment. Maar nu zie ik dat ik gewoon, ik word gewoon, ja, maar dat is heel vervelend, want ik word gewoon geassimileerd. Zo, ik zie dat nu. En dus eigenlijk klopt er gewoon niks aan mij. En nu dacht ik opeens van, het enige wat nog klopt is dan die neutraliteit. Want niks is, ik geloof dat niks van mij is. Dat is toch mooi. Ik weet het gewoon niet meer. Je kunt ook zeggen van, dit maakt heel duidelijk dat er geen vaststaand zit. Ja, precies. Tegelijkertijd kan het handig zijn om een onderscheidingsvermogen, laten we zeggen, te activeren. Dat je weet met welke wind wel en niet mee te waaien. Ja, maar het gebeurt onbewust. Ja, maar nu niet meer, want je weet het nu. Dus nu kun je gaan kijken en zonder het af te keuren. Dus ook niet van, ik ben niks. Dus op zo'n negatieve manier. Gewoon gaan kijken van wanneer die verandering, die kameleonneiging optreedt.
En dus gewoon even te kijken van en de vraag te stellen innerlijk, moet ik hiermee mee bewegen of niet? Maar vaak komt het pas als ik thuis ben, dan... Ja, tot nog toe. Van oké, ik ben redelijk nu bij mezelf gebleven en dan kom ik thuis en dan is die energie er en dan ga ik opeens heel druk doen en heel raar doen. Maar op het moment dat je het zit, heb je een mogelijkheid. To stop it. Het voelt heel vervelend. Want het is dus kennelijk, omdat het kennelijk niet van jou is, word je er helemaal van. Ja, het is iets te open en iets te veel op anderen gericht. Nogal, ja. I get that. Er zitten ook mooie dingen aan. Een manier waarop dit ook kan werken is dat ik merkte dat als ik bijvoorbeeld Nietzsche las, dat ik bijna niet anders kon dan op die manier kijken. En dat als ik dan iets ging opschrijven, het Nietzscheaanse vorm kreeg. Dus dan dacht ik ook eerst van, oh, ik word veel te veel meegesleept. Later kreeg ik zoiets van, oh, laat mij maar lekker meeslepen. Want ik ga gewoon in dat bad, in dat geval Nietzsche of Krishnamurti of whatever. En dan word ik daar doorheen gehusseld als in een wasmachine. En dan kom ik vervolgens tevoorschijn en naar mijn gevoel altijd verrijkt. En op een gegeven moment valt dan wat niet bij mij past er wel weer af. Maar er is iets verrijkt, zo kun je het ook zien. Maar ik moest wel leren en dus een waakzaamheid en een erkenning van in andere situaties te veel op anderen gericht zijn van dat iets terug te houden. Dus wel geraakt te kunnen worden, maar niet bezeten te raken. En dan begint zoiets, precies op dit moment dat je dat ziet. Dan wordt het bewust en dan krijgt het dus een andere dynamiek. En dat gaat dan vanzelf gebeuren? Als het helder genoeg gezien is dat dit gebeurt, dan gaat dat vanzelf gebeuren. Dan gaat er een herijking plaatsvinden van waar is dit voedend of dienend en waar verlies ik mezelf. Iedere verandering begint met de erkenning en de herkenning van de situatie of de issue. En meteen door de herkenning al gebeurt er al iets. Ja, want hier neem je net zo goed dingen vandaan. En van dingen die jij dus zegt. Soms is dat gunstig. En soms is het een waste of energy. En iets in ons energiesysteem of wezen of hoe je dat wil noemen, moet dat onderscheid leren maken. Waar het te veel is en waar het voedend is en waar het gepast is en waar het oeverloos wordt of over een grens heen gaat. Dus dat is gewoon een laten we zeggen, een bepaald stuk software wat even gedebugd moet worden en herijkt moet worden. Dat is oké. Geen reden om daar dus iets zelfafwijzends van te maken. Nou ja, ik kreeg gewoon het gevoel dat ik dus gewoon nou helemaal niet meer klop. Ja, dat bedoel ik. Een kleine tendentie tot overdrijven. Okay, ja. En verder nogmaals, vanuit het zien zelf gezien, maakt het eigenlijk geen reet uit. Oké, nou in dit gezelschap krijgt het de kleur groen en dan wordt het roze en daar wordt het blauw. Het blijft constant. En wat doet het ertoe dat die vorm gewoon steeds, dat het een changeling is? Dat is toch eigenlijk ook wel grappig? Nou ja, jij zegt altijd, dan heb je geen noorden. Nou, dat heb ik dus ook niet. Het noorden is dat. Ja, dat is het enige noorden. Dat bedacht ik vanmorgen. Ik denk, ja, dan is die neutraliteit is het enige noorden wat er is. Dus je hebt het beste noorden wat je vinden kunt. Ja. De rest is een beetje bijstellen van het systeem. Ja, nou ja, en toen kwam mijn angst opzetten. Ja, vanwege de neiging tot overdrijven en zelfafwijzing. Het hoeft niet. Op het moment dat ik iets ontdek of iets aan het leren ben, betekent het niet dat ik daarvoor een domkop was. Ik word verrijkt. En ik word adequater. Ja, je merkt gewoon dat je geprogrammeerd wordt. Ja, en dat sommige... Wij allemaal. Daarom is Advaita in essentie heel eenvoudig, maar niet gemakkelijk.
Want we zijn van kinds af aan gewoon opgevoed om op een bepaalde manier te zijn, aan dingen te voldoen, op een bepaalde manier te denken. Het is eigenlijk niet echt denken, maar goed, dingen te vinden, laat ik het zo zeggen. Weet je wel, dus de krachten en de hoeveelheid leraren die wij gehad hebben op het niveau van Story of Self and the World, die overtreffen ver de kracht van de leraren die we hebben die een beetje waarheid spreken. De hele dag lopen we rond in het liedje van afgescheidenheid. En neem alles serieus en vooral jezelf. En alles is belangrijk en het zit zo, het zit zo. Politiek, economie. Weet je wel, de hele dag lopen we in dat bad rond. Nou, af en toe nemen we eens een weekendje of in onze eigen tijd een uurtje of whatever om het anders te zien. Ja. Iedere waarheidszoeker zwemt of vecht tegen de bierkaai en gaat tegen de stroom in. Vandaar dat er ook sommigen verzuipen. Het is niet anders. Dat gevoel was het ook wel een beetje. Van, nou, er is gewoon niks van mij. Dus ja, het enige dat nog klopt is dan dat. Want ja. En ik wist het eigenlijk al wel, maar... Kijk, aan alle dingen, Lynette, zitten meerdere kanten. Wat je ook kunt zeggen is, er is blijkbaar een heel goed gevoel van in tune zijn met de sfeer. Alleen misschien voert die net te ver. Maar dat betekent dus niet dat die oorspronkelijke sensitiviteit als geheel verkeerd is. Snap je wat ik bedoel? Het wordt te zwart-wit gemaakt, bedoel ik te zeggen. Het zijn vermogens. Er zijn ook mensen die kunnen zich totaal niet inleven in een sfeer of in een ander. Nou, daar kun je van zeggen, dat is verarmend, want die raken geïsoleerd. Het gunstige ervan is dat ze wel heel erg in tune zijn met wat ze zelf willen. Well, that's a good thing. En nou mag het een beetje open naar de wereld. Dan wordt het compleet. En bij een ander, die verliest zich wat makkelijker in de wereld of de sfeer. Good, dan betekent het dus dat je gewoon goed in tune kan zijn. Je hebt een goed muzikaal gehoor. Je moet alleen nog even kijken of het past bij je eigen liedje. En wij maken er altijd van wat er ook voor neiging in ons is. Oh, het is slecht. Of het is verkeerd. Zo simplistisch is het niet. Misschien is het gewoon nog te onbewust. Ja, exact. En daarom zei ik, van de verandering begint bij het moment dat het ons bewust wordt. En dat we het herkennen en erkennen. Ah, oké. Okay. En dan kan ik gaan voelen van tot waar klopt die nog? En, ja. Oh, hier ben ik mezelf kwijt. Oké, okay. Op het moment dat je ziet, ik ben mezelf kwijt, is het moment van terug herijken. En als je merkt van, oh, nu begin ik te praten als Jan Truus of Miep. Shut up. Niet proberen anders te gaan praten. Stop. It's not me. Oké. Stop. Geef het gewoon even. Op een gegeven moment reset het. Dan gaat die sfeer eruit. Ja, dan valt er ook echt wat van je af als het eindelijk weg is. Ja, natuurlijk. Maar dat kan dus sneller naarmate het bewuster en helderder is. Het is gewoon een kwestie van op tijd resetten. Ja, dankjewel. Goed. Wacht even, dat gaat erover dat je het zien en het... Het zien en wat gezien wordt, dat je dat bent en dat daar niks tussen zit. Ja, en als ik dat dan weer hoor, dan is het zo duidelijk als ik dat gezegd hoor. Maar dan, je zei ook van, dat het zijn, dat is de eerste leugen. En dat vind ik dan best lekker om te horen ook. Maar het is ook... Maar tegelijkertijd is dat zijn, alles waar jij over schrijft... Je zegt het, het is de eerste leugen, maar het is wel het enige wat er is. Of... Ja, zeker. En je zei ook toen, van dat als je het wil zien,
dat kloppend zijn, dat is voor degene die dit niet willen zien. Maar ook al, maar ik ben het, ook al zie je het, dan is het toch nog fijn dat je klopt. Zeker, maar dan gaat het allemaal vanzelf en is er eigenlijk geen interesse in. Ik ben nooit bezig met mijn kloppendheid. Ik zit ook nooit iets te doorvoelen of in of uit te zoomen. Ik doe helemaal geen zak, ik ben gewoon. En daar is gewoon een gevolg van, laten we zeggen, wat me overkomen is of wat kapot gegaan is of net hoe je dat wil uitdrukken. Dus voor mij is het een eitje. Maar toen er nog identificatie was, had ik heel veel gehad als iemand aan was komen zetten met een theorie als kloppendheid. Want dan heb je iets om het aan af te meten. Dan heb je een soort thermometer. Dat was handig geweest, want I was all over the place. En tegelijkertijd zien we dat verschillende dingen dus tegelijkertijd waar kunnen zijn, terwijl onze geest graag zegt het is of dit of dat. Nou, het leuke is, van op het moment dat zijn er is, is waarnemen, dus de waarnemendheid en de inhoud tegelijkertijd aanwezig. Daar is niet iets om na te streven, maar gewoon een constatering van hoe het is. Dus als er zin is, is er ook iets om gezien te worden, automatisch. Als jij bent, is er automatisch een situatie of een wereld. Niet eerst het een en dan het ander, ook geen of-of. Het is allemaal tegelijkertijdig. Gelijkertijd, vanuit de andere kant gezien, is het verschijnsel I am, of consciousness, de eerste ervaring en in die zin de eerste leugen, de eerste mogelijkheid om je ergens in te verliezen en aan te hechten. Ja. Dus gewoon vanuit een ander perspectief is dat ook zo. En ik hou heel erg van dit is zo en dat heel sterk te benadrukken. En voor mij heb ik er een heel verhaal over te houden en dan te roepen, maar dit is ook zo. Ja. En dat staat er haaks op en dan het binnenste buiten keren en dit is ook zo. Ja. Vanuit helderheid is dat geen enkel probleem. Als we nog te veel proberen, zoals mensen dat wel eens uitdrukken, ik kan dit met dat niet rijmen, dan roep ik altijd, ja, godzijdank is het geen gedicht. Dat nee. Hoeft ook, ik heb verschrikkelijke hekel aan gedichten namelijk. Ja. Ik kan niks aan doen. Dan zet ik Hesse te lezen. En die man die schreef ook gedichten. En dan in die biografie, dan komen ze af en toe met die gedichten aanzetten. En dan denk ik van, ja, ik vind niks. En een vreselijk gezever is net een ukulele, zeg maar. Het is bijna muziek. Ja. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Maar ik vind het leuk dat verschillende dingen op verschillende manieren gezegd kunnen worden. En ogenschijnlijk paradoxaal of tegenstrijdig lijken. Maar ik heb er geen moeite mee. Ja. Ik weet niet of jij hier iets aan hebt en of dat überhaupt een antwoord is of iets dergelijks. Ja, ik weet het zelf ook niet zo goed. Ik heb het idee dat ik... ik laat wel even bezinken. Ik denk dat het handigste is dat als je een waaier aan teaching krijgt, om daar die dingen uit te pakken die jou het meest helder maken. En de andere dingen, die komen dan of vanzelf wel en lijken daarbij te passen, of je gooit ze gewoon weg. Wat wij soms proberen te doen en waardoor we in de war raken, is dat we denken dat we alle uitdrukkingen van iedereen moeten begrijpen. Nou, dat is gewoon niet waar. Dat had ik vroeger ook. Dan zit je allerlei dingen te lezen en dan denk je van, oh ja, dit herken ik, dat herken ik. Dit herken ik niet. Oh, wat ben ik toch een sukkel. En dan begon ik nog eens beter te kijken, zeker naar de hand toen de boel gekeerd was. En dan dacht ik gewoon van, ja, deze manier van formuleren doet mij gewoon niks. Maar een ander misschien wel. Of, dat was nog arroganter of helderder, deze manier van formuleren die deugt gewoon niet. En ik wil er een... iets om vast te houden van mij. Yes. En ja. Dus zeg ik, van je kunt beter die dingen pakken die jou helder maken. Ja. En de dingen die verwarring creëren, daar kun je of mee spelen om te kijken als je het leuk vindt. Maar als je merkt dat het je gewoon bij de helderheid weghaalt, fuck it. Ja, nou ja, dat was het niet. Ik werd er alleen maar blij van. Maar dan vraag ik me af waarom ook te blij van. Waarom moet je daar afvragen? Ja, nou, als ik ergens blij van word, dan constateer ik gewoon, oh, ik word er blij van. Ja. En ik weet... Net als met alle andere dingen, gaf vanzelf over. Ja.
Ja, dat is het misschien, dat je dan inderdaad dat wil, dat je dat wil vasthouden. Ja, ja, ik niet. Nee. Want het volgende wat erna komt, na blij zijn, bijvoorbeeld zachtgereinigheid, is toch ook mooi? Ja. Ja. Juist die afwisseling maakt dat het leuk is. Ik denk niet dat we heel erg lang naar een muziekstuk zouden gaan luisteren die uit één toon bestaat. Nee. Een tijdje kan je dat mooi vinden, want het heeft een soort hypnotiserend effect. Maar na een half uur denk je van, ja, er zaten 6 snaren op. Gek. Nee. Ja, klopt. Tante, ja, weer. Tante oud. Het kwam me omhoog, het eigen liedje en open voor de wereld, dat kan elkaar bevruchten. Ja. Als dat eigen liedje zijn eigen liedje speelt, dan staat dat in zijn evenwicht. Je zou ook kunnen zeggen, in het midden van dat staan is er een openheid, hè? Of een ruimte zou je ook kunnen zeggen. En de wereld er open voor zijn, kan dus als spiegel voor dat eigen liedje weerspiegelen. Als dat dus in evenwicht is, dan zal altijd die ruimte of de kloppendheid er doorheen vliegen. Laat zo even zeggen. En dan is het een spel van allebei, zowel van het liedje als van de wereld, waardoor we onze plaats precies in het midden in kunnen nemen. Ja, mooi. En in het midden is dus dat zijn wat eigenlijk twee kanten kan waarnemen. Dus het is eigenlijk een midden staan, maar niet doorslaan naar de ene kant van de wip en ook niet doorslaan van de andere kant van de wip. Mooi. Maar het vraagt... er komen twee woorden, waakzaamheid en wakker zijn. Yes. Dan zakt het. En is het eigenlijk stil. Ja, en wat er ook mooi aan is, is die wereld die kan dus op dat liedje reageren. Maar, en dan moet het liedje of degene die het speelt ook open voor zijn, maar zonder het weg te geven. Dus er mag commentaar op komen, er mag applaus voor klinken of boegeroep of whatever. En toch moet ik mijn liedje trouw blijven, terwijl tegelijkertijd het door de interactie ook kan veranderen of verrijken. Maar het moet wel mijn liedje blijven. Anders wordt het zo'n men-liedje. Dat liedje, dus dat eigen liedje, dus het staan in het eigen liedje zou je kunnen zeggen, is onze gang door het leven. Hè? Yes. Dus het proeven van, dat klopt wel bij mij, die noot klopt niet bij mij, dat vind ik leuk, dat vind ik niet leuk. En het is een automatisme eigenlijk. Wat leuk vindt, dat halen we naar ons toe. En wat niet leuk is, is eigenlijk ook een mechanisme wat we kunnen laten vallen. Mm-hmm. Maar door onze opvoeding en onze aannames zijn we daar eigenlijk in verwarring gekomen. En dat we eigenlijk niet weten, men of ik. Exact. En dat zou je de route kunnen noemen die we afleggen als we volwassen of vrij willen worden, om dat uit te zoeken.
En dat is strikt genomen geen probleem, maar een uitdaging. Ja, en als we het als uitdaging kunnen zien, dan zitten we niet zo vast in links of rechts, of in moeten, niet moeten. En dat is wat vrijdag ook is gezegd. Dus die trekkracht van links en rechts, waardoor we dus het als werkelijkheid zien, maar eigenlijk is het een vals spel. Yes. Dus het gaat erom dat we durven gaan staan in die neutraliteit. Mm-hmm. Ja, en dus ook beseffen dat leven een muzikaal gebeuren is in die zin dat er geen absolutisme in zijn. Dus het is niet statisch, het beweegt, het danst, het verandert de hele tijd. En toch kan gehoord of gevoeld blijven worden of dat liedje klopt. Maar het is een dynamisch iets. En wij denken heel lang in vaste blokjes van zo moet het. En dan is het een of ander vierkant statisch betonnen ding. Doesn't exist. Ja, dat bewegen is eigenlijk wel mooi. Yes. Want door bewegen ontdekken we ook. Hè? Voilà, daarom heb ik niks met stenen tafelen. Nee, maar ja. Het is allemaal vastgebeiteld. Zo moet het, zo moet het, zo moet het. Oeh, creatief zeg. Ja, maar daar wordt in 10 regels of zo, hè. Staat geschreven in regels, maar dan ligt het vast. Ja, dat is dus voor wat ik al eerder zei, een ander verband. Voor mensen die niet zelf willen kijken en nadenken. Dan hebben we een setje zeer conflicterende en dubieuze regels. Ik heb mijn vrijheid nog lief. Goed. Ik heb uw liedje geluisterd met focus op bewustzijn. Het is cool dat je ook met je muziek een soort van over zo'n laag heen kan schrapen als dat wat rauwer wordt inderdaad. Want ik merkte wel dat als je met aandacht op bewustzijn inderdaad in zo'n sfeer kan komen dat je toch enorm kan zakken ook weer. Dus je hebt niet echt absolute stilte nodig, maar gewoon met genoeg aandacht op bewustzijn, dat soms zo'n space, muziek ook wel een zetje kan geven. Ja, absoluut. Ja, cool. Dat was ook de bedoeling daarvan. Ja. En sommige dingen dus, in dat geval, op het eerste gehoor vrij onaangename klanken en hard. Dus wat ik zei, van dat het aan je trekt en tegen je duwt en dat er een neiging kan zijn eraan te willen ontkomen. Dus hè, in de thematiek ook van proberen aan je lot te ontkomen of zeggen van oké, ik blijf gewoon op mijn plek en doe maar. En dan die reacties die kunnen, als we erbij kunnen blijven, kun je merken dat het je systeem schoonmaakt en dat je er sterker van wordt. Ja, is cool. Net even dat wrangen inderdaad. Ja, heel vet. Cool, tof. Ik heb zelf op dit moment ook dus mijn baan opgezegd en mijn huis verkocht om gewoon even wat anders te doen, zeg maar. En toen was ik 2 weken, 3 weken geleden naar een verjaardag. Iedereen gaat er naar vragen, zeg maar. Alleen, dan ben ik ook maar een verhaal aan het vertellen. Maar ik heb eigenlijk geen zin om
dat allemaal weer te gaan uitdiepen of zo, weet je wel. Dus er was er ook een hele aardige fan trouwens, die heeft gewoon 1,5 uur dezelfde vraag aan mij gesteld. En toen dacht ik dus van ja, dit heb ik ook zelf gecreëerd door er zo mee om te gaan. Ja. Dus ik vind het wel, dus uiteindelijk, ja. Ja, ik denk dat ik dat gewoon even wilde delen. Yes. Dus thanks ook. Eigenlijk zijn we, als we niet oppassen, de hele tijd bij de andere goedkeuring aan het vragen. En het is gewoon verschrikkelijk. En ik heb het al eens eerder aangehaald, Ricky Gervais die zei een keer van ja, als jij verandert, dan gaan de meeste mensen dat niet op prijs stellen. En als ze daarover beginnen te mekkeren, wat ze dan eigenlijk bedoelen is van jij bent veranderd, jij leeft je leven niet meer op onze manier. That's the complaint. You don't live your life like we do. And they try to get you back into the cage. Maar je kunt ook gewoon je mond houden. Of zeggen, ik hoef me helemaal niet uit te leggen aan jou. Dat zullen ze als onvriendelijk opvatten en waarschijnlijk vrij snel de benen nemen. Good. Ga weg. Hilkje. Over mij en men. Maar ik ga een gesprek voeren over dat ik wegga. Ik neig naar, dan gaan zij dit zeggen en dan gaan zij dat zeggen en zo en zo. Maar als ik bij mij blijf, als ik jou nou zo hoor wat je net allemaal zegt, dan kijk, mijn gevaar is ook aanpassen en invoegen. Ja, precies. Maar als ik me bewust blijf van dat het over mij gaat, dus het gaat mij over mij en niet over hen. Dan hoef ik eigenlijk dat alleen maar vast te houden dat het over mij gaat. En hoef ik niet hun vragen te beantwoorden, zeg maar. Nee, zeker niet. Je hoeft dus strikt genomen eens verantwoording af te leggen. Op z'n kortst is het gewoon, hallo, ik ga weg, dag. En hooguit, help eens even inpakken. Doe ook eens iets. Ja. Ja. Nou ja, het zou wel leuk zijn, hè. Ja, precies. Dat is wel heel leuk. Nou ja, ik heb al veel ingepakt. Ja, heel gek, vorige week al. Ja, gek, hè? Heel gek, 7 dozen. Dat is opruiming. Alles moet weg. Ja. Je kan dus zeggen, ik ga weg. En je kan ook daarna zeggen van, verrast het jullie dat ik dat... Dat vond ik wel een hele mooie, want daarmee zet je meteen de ander in. Als hij een vraag moet gaan beantwoorden, in plaats van na gaan denken over wat het hem doet, wat ik zeg en van waaruit hij dus gaat reageren. Mm-hmm. Ja, leuk. Ja, en daarmee heb je gelijk een soort leiding, want dan vraag je om hun verhalen of zijn ze verrast. Nou ja. Maar dat nog even over mij en men. En het, wat er ook zou kunnen, het komt zomaar op van ja. Nou, ik ga weg. En dan heb je gewoon een notitieblokje voor iedereen. En hier kun je al je commentaar in opslaan. Please nog... don't speak. Ja, dat is mooi. Ik kan zeggen, hier is een afscheidscadeautje. Is ook nog wel een leuke, misschien. Ja, ik ga ruimte scheppen voor jullie. Ja, ben je daar blij mee? Ja, oké. <Okay. lacht> Zo zie je maar, er zit humor in alles. Vooral grote, zware, moeilijke dingen, altijd lachen. Met humor benaderen. Zo erg is het allemaal niet.
als het dan toch voorkomt als je familie bezoekt of een vriendengezelschap. En ze benaderen je met, ja, hoe is het, alles goed? En ja, eigenlijk, ja, ik wil niks eigenlijk, ik wil stilte. Ik wil zo min mogelijk, dus ik ben super, super saai. En wimpel je dat een beetje makkelijk af? Ja, daar heb je die familie voor, om dat te leren. Op een vriendelijke, creatieve, ironische wijze daarmee om te leren gaan. Hm. Dus daar is dus niet een setje van 10 regels voor. You need to figure it out. Hoe kun je iets zeggen of een grap maken of ze desnoods iets aanraken zodat hun onrust stopt? Of de omkering, dat die onrust zo hoog oploopt dat ze bij je vandaan fietsen. Dat hangt dus van het poppetje af. Ik heb dus met andere woorden geen enkele standaard manier waarop dat soort vragen beantwoord worden. Het is de ene keer dit en de andere keer dat. Maar het doel ervan is altijd dat de ander minimaal de kans krijgt ruis te produceren. Ik heb geen behoefte aan de ruis van een ander. Ja, als je maar 1 centimeter meegaat met... Vinger en de hele hand en zo. Yep. Dus je bent gelijk kwijt dan. Ja, en ik zeg dit er dus ook bij, that we need to figure it out. Ja. Dat gaat niet alleen maar in 1 keer, boom, gelijk goed. Kijk, ik ben gewoon een oude zak, dus ik heb al geen vrienden meer. Het grootste deel van mijn familie is dood of woont godzijdank zo ver weg dat ik ze nooit zie. Dus ik heb er vrij weinig last van. Maar toen bij mij de verandering kwam, was ik ook, weet ik veel, 28 of iets dergelijks. Nou, dan werd er wat meer aangetrokken. En daar ging ik soms beter en soms minder goed mee om. Ja, dat ken ik. Ja. Ik kon nog niet zo goed dat sociale instrument bespelen. Dus soms was ik te bot, soms te meegaand. Soms merkte ik dat ik, nu heb ik de manier waarop ik heel makkelijk het kan neutraliseren, zeg maar. Ja, precies. Het is gelijk de tas in van wat kan ik ongeveer zeggen versus ben ik genoeg. Ja, dus ik bedoel daarmee te zeggen, zie je dus als gewoon het leren een instrument te bespelen, dat gaat ook niet zomaar vlekkeloos. Nee. Dus it's all right. En dan gebruik je die hele bijeenkomst gewoon als een spiritual practice. Wat je uiteraard niet moet zeggen, maar... Ja, ja, ja. Het is heel interessant. De mensen hebben enorm de behoefte aan om iedereen in een hokje te stoppen. Yes. Dus daarom willen ze graag dat iemand een bepaald vak uitoefent en een bepaalde herkenbare relatievorm heeft. En, want dan is het goed. Dus basically komen ze met hun verontrustheid aan en willen ze iets aangeraakt krijgen zodat zij gerust zijn. Ze maken zich niet echt druk om jou, want als jij niet ongerust bent over bijvoorbeeld geen vak hebben en geen relatie en geen geld en de gezondheid gaat ook hard achteruit en jij vindt het allemaal oké, dat interesseert ze niet. Zij willen zich oké voelen. Het is allemaal zelfzucht in actie. En het heet sociaal. Dat komt omdat ik geïnteresseerd in je ben. Really? Als je zo geïnteresseerd in me bent, waarom laat me niet meer rust dan? Hè? Ik heb het beste met je voor. Goed, ga weg. Voeg de woord bij de daad. Zonder jullie gaat het stukken beter. Wat ben je aan het doen? Nou, ik kom naar deze familiereunie om het hier zijn. Het helemaal in mijn midden zijn te oefenen. Er zijn allerlei creatieve... Ik ga mijn familie uitnodigen.
lol maken. Waar de andere zei iets als een verhaal vertellen, om dan te zeggen, nou en? Ja, zeker. Of zoals een klein kind drie keer waarom vragen. Dan loopt bijna ieder verhaal loopt vast. Ja, maar dat komt omdat ik geïnteresseerd ben in jouw welbevinden. Ja, waarom? Ja, nou, omdat ik om je geef. Ja, waarom? Ja, ze gaan gewoon een paar keer doorgaan. En oh, het is zo klaar. Dan gaan ze gewoon ergens anders taart eten. Of echt waar zeggen. Echt waar. Ja, want het wordt flink ongemakkelijk soms hoor. Zeker. Ja. Boeiend, boeiend, fascinerend. Hans Theo, hè? Hoe weet ik het dan? Ja. Echt waar, boeken! Oeh! Je had mijn verhalen gehoord van je moet je ouders gewoon zien als gehandicapt en zo met ze omgaan. Nou, vanaf toen af aan ging het, en dat is ook zo, want als je op die manier ze ziet, denk je, oké, ze hebben dat niet ontwikkeld, ze hebben een bepaald stuk niet waar ik wel mee bezig ben. En dat gaat gewoon niet. En als je ze dan gewoon ziet als gehandicapt, ga je daar ook heel anders mee om. Ja. Of als kleine kinderen. Nee, inderdaad. Op een bepaald vlak, hè. Ik bedoel, andere zaken. Ja, begrijp ik. Ja. Of als schapen. Kan ook. Want eigenlijk wat er uitkomt de hele tijd is... Ja. Lekker belangrijk. Ik zie mijn ouders altijd als dood. Ja, dat is zo. Dus. Ja. Weinig moeite met ze sindsdien. Ja, mijn ook, maar... Maar dat ging goed. Ja, mooi. Mooi. Pauze.